Welkom bij de eerste video van Misplaced City. Vandaag gaan we kijken naar een Shadows of Innistrad pre-release pack. Deze kreeg je bij de pre-release, maar ik kon er niet bij zijn en mijn kaartwinkel verkoopt deze dingen voor 20 euro. Dus dat is best netjes. Want er zitten 6 boosters in, een dice en een foil promokaart, wat elke rare of mythic uit de set kan zijn. Dus in principe krijg je een gratis booster, een gratis dice en een gratis promokaart. Oké, nou daar gaan we. Het is een heel mooi doosje, wat met de lore te maken heeft van Magic. En hop. Nou, zoals je kan zien, we hebben een hele mooie dice. De pakjes. En we hebben een... Gaia Reach Bandit. Zo. Hartstikke mooi. Ik speel zelf niet eens weerwolven, dus ja. Maakt niet uit. Leuk promo. Het is geen Evasin, jammer genoeg. Maar het is wel een Flipwolf. Mooi dice. Hartstikke mooi. Laten we de packs open gaan maken. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, een divider en een heel mooi verhaalding, denk ik. Is helemaal niet boeiend. Weg ermee. Gaan we. Booster 1. Even kijken hoor. De comments die zijn heel leuk. Skippen we eigenlijk gewoon erheen. Gelijk naar de uncomments. Skin Invasion. Humble the Brute. Epitaph Golem. Alpac Resurgence. Rattle Chains. Forest. Een Foil Island. En een Clue Token. Mijn Engelse uitspraak is niet perfect. Mijn excuses. Ik hoop dat jullie het mij vergeven. En de tokens en een commons halen we de daak wel uit. Die gaan hier mooi. En die token, ja, die mag weg. Oké, volgende booster. En nu hopen dat we onze value er een beetje uithalen. Oké, Wolf. La 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 la. Thing in the Ice. Tweede booster. Dat is heel netjes. De Thing in the Ice is een hele leuke kaart. Ik denk dat deze kaart ook nog wel wat duurder zal worden dan dat hij nu is. Hij staat nu ongeveer tussen de 8 en de 15 euro. Afhankelijk van waar je kijkt. Ik zelf kijk altijd op Magic Card Market. En dan kijk ik altijd naar de gemiddelde prijs. In deze video zal ik ook de prijzen erbij zetten. De Thing in the Ice is een 2 mana. 1 blauw, 1 colorless horror creature. Het is een defender. En hij komt met 3 ice counters. Wel 4 zelfs. 4 ice counters op de battlefield. Dit ding transformt daarna in een ontzettend groot beest. Een 7-8 Kraken. Dit is een hele leuke kaart. Waarvan ik denk dat hij ook aardig wat in standard gespeeld gaat worden. Dit is altijd een hele leuke kaart om te krijgen in een booster. Dus, dank u zeer. Die gaat op die leuke stapel. Wat hebben we hier? Free Memories. Taplands. En een rare landje. Die ik heel goed kan gebruiken voor mijn Dimir deck. Dit is een... Ja, weer een nieuw soort kaart. Een nieuw soort land. Ze noemen het de Reveal Cards. Want je moet een swamp of een island laten zien uit je hand. En dan komt die untapped into play. Leuke mechanic. Maar denk dat ze de inspiratie een beetje op is. Ze moeten telkens weer iets nieuws blijven verzinnen natuurlijk. En we hebben een hele mooie clue token. Wauw. Goede booster. Dus een landje. En Thing in the Ice. Oké, volgende. Ik ben ook heel slecht in boosters openmaken. Mijn excuses. Even kijken hoor. Allemaal hele mooie comments. Duskwatch Recruiter. Always watching. Non-token creatures you control get +1/+1 have vigilance. Best goede kaart. Een token. Nou, dit was een hele boeiende booster. Jammer genoeg. De volgende. Nope. Dat is allemaal niet zo boeiend, hè. Gaan we snel erheen. Ik kan dit niet eens uitstreken. Pious Evangel of zo. En hij flipt in een Wayward Disciple. Toppelgeist is echt van de set is dit mijn lievelingskaart. Hij is helemaal niet zo goed, maar hij is heel grappig. Hij is 1 mana, 1-1 flyer. En als hij is battlefield entered, tap target creature on opponent's control. Met Delirium. At the beginning of each opponent's upkeep, if there are 4 or more card types among cards in your graveyard, tap target creature that play controls. Leuk. Grappig. Tooth Collector.
la. Hey, een Odric. Dat is leuk. Lunar Marshal. Dat is een tof creature. At the beginning of each combat, creatures you control can first strike until end of turn. If a creature you control has first strike, the same true for flying, death touch, double strike, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, skill, trample en vigilance. Dat is een hele lap tekst. Maar een leuke kaart. En dat was het. Oh, een leuke spirit token. Ja, dat is ook wel een leuke kaart uit de boezem. En kijk, nog twee packs. Laten we hopen op een mythic of zo. Want die hebben we nog niet. Zou leuk zijn. Oké. Okay. Een lantje die ik nog niet had. En dat is... Of een foil. Ik hou van foil. Behind the scenes. Creatures you control have skulk. They can't be blocked by creatures with greater power. Ja, ik weet niet. Ik vind deze mechanic wel leuk, maar... Ja, ik zal het zelf niet echt gebruiken ofzo. Nee, niks boeiends. Evidence Judgment, bah. En een folie. Vampire Noble. Laatste! Gaan we. Hopen dat hier nog iets leuks in zit. De value hebben we er niet bepaald uit namelijk. Het zou leuk zijn als we toch de value er enigszins uit hebben. Nee, dat is jammer. Een Falcon Rod Gorger. Leuke kaart. Een 2-1. Each vampire creature you own that isn't on the battlefield has madness. Oké, nou, even een simpele recap. Dus, wat vinden we van de boosters? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind ze niet heel tof. Thing in the Ice is altijd leuk, maar niet echt joepie de poepie, zeg maar. Qua value hebben we het er misschien net uit. Laat in de comments achter wat je hiervan vond. We gaan jullie veel meer van dit soort video's geven. En binnenkort zal je ook van andere mensen uit mijn playgroup video's zien. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Dankjewel.